Hallo, dit is Robert van Max Guitar. Ik wil het met jullie hebben over de problemen die je kan ondervinden bij het importeren of kopen of verkopen van gitaren. Zoals wij, zoals je ziet, ook aan de lijf hebben ondervonden. Waar gaat dit over? Het zijn eigenlijk drie problemen. Eén is het verhandelen en importeren en exporteren van gitaren met Rosewood. Twee zijn de kosten die erbij komen, vooral bij het importeren. Onverwachte kosten waar je eigenlijk niet op zit te wachten, maar waar je eigenlijk niet aan denkt als je dingen bestelt over bijvoorbeeld uit Amerika of vanuit Azië. En het derde is gewoon de houtsoorten die bij die problematiek komen kijken en die eigenlijk soort ervoor zorgen dat er een enorme angstcultuur is ontstaan rond bijvoorbeeld Rosewood, Brazilian Rosewood en nog een aantal houtsoorten. Oké, zoals je ziet is dit een gitaar zonder nek. Het probleem wat wij eigenlijk zijn tegengekomen is dat wij in november van 2017 een aantal gitaren importeerden. Gewoon legale gitaren met legale necks, met legaal Rosewood. Alleen de import- en de exportvergunningen waren niet op elkaar afgestemd, waardoor de exportvergunning er eerder was dan een importvergunning. Nou, ik zal het hele verhaal kort houden. Uiteindelijk werden die drie gitaren in beslag genomen door de Nederlandse douane. En het probleem daarbij is dat we ze niet meer los konden krijgen. In die hele discussie met die mensen, de inspecteurs zijn hier geweest, hebben alles nagekeken enzovoort, kwam je in een soort ambtelijke molen terecht waar je eigenlijk niet meer uitkomt. Een soort Kafka-achtige, Catch-22-achtige situatie. Een van de inspecteurs, godzijdank, had sympathie voor ons en die heeft uiteindelijk gezegd, nou laten we dan die necks waar dat Rosewood op zit eraf halen, zodat je alle andere onderdelen in ieder geval nog kan gebruiken. Wij hebben daarna uiteraard losse necks besteld, die moeten nog binnenkomen. Maar voordat je het weet ben je gewoon een jaar verder, kost je een macht aan advocaatkosten en toestanden. En wat is nou de grondslag van dat hele probleem met Rosewood? Zoals jullie wellicht weten zijn 80% van de gitaren hebben een vorm van Rosewood in zich. Vanaf de jaren 50 tot aan 1968 werd dat eigenlijk als enige fretboard, of een van de grootste aandelen van fretboarden die gemaakt werden door bijvoorbeeld Gibson, Martin en ook Fender. Dus eigenlijk een gitaar voor 1968 met Rosewood is meestal Brazilian Rosewood. Dat is het grootste probleem. Vanaf 1992 was het officieel eigenlijk verboden om gitaren te fabriceren met de Rosewood, met Brazilian Rosewood in dat geval. Net over de 2000, ik denk 2006 of zo, 2007, werd het ook verboden om daarin te handelen en om ze te importeren en exporteren. Daar zijn ontzettend veel problemen om ontstaan. Alleen het grootste probleem ontstond eigenlijk in 2017, toen eigenlijk alle vormen van Rosewood op een beschermde lijst kwamen, waardoor elke import en export buiten de EU, dus niet binnen de EU, onderhevig werd aan het verkrijgen van vergunningen, import zowel als export. Nou, daar zijn wij dus zoals gezegd slachtoffer van geworden. Maar iedereen wordt daar slachtoffer van, want ik heb in gesprekken met die inspecteurs van het ministerie ontdekt dat er bijna 10.000 gitaren alleen in 2017 in Nederland zijn, dus instrumenten, dat kunnen ook mandolines zijn, in ieder geval 10.000 instrumenten in beslag genomen. De waanzin van dit hele verhaal is dat zeer waarschijnlijk die gitaren, of delen van gitaren zoals bij ons, worden gewoon verbrand. Dat is een totale verspilling van materiaal, van energie. Het is slecht voor het milieu, maar toch is dat zo dat het onder de huidige wetgeving blijkbaar mogelijk is. Waar ik eigenlijk mensen voor wil waarschuwen zijn twee dingen. Sowieso de kosten, daar kom ik zo nog even op terug, van het importeren van bepaalde gitaren uit ofwel het Verre Oosten ofwel Amerika. Maar vooral de ellende en de energie die je verliest, de negativiteit die ervan uitgaat als zo'n gitaar bij de grens staat, wordt gewoon in beslag genomen. Zelfs professionals zoals wij dan toch, zijn, die hebben daar last van. We hebben een keer een gitaar gehad die op de Zwitserse grens vast stond, is gelukkig vrijgekomen. We hebben gitaar in Duitsland gehad met Brazilian Rosewood, waar lastige vragen over gesteld werden. Dat hebben we gelukkig ook op kunnen lossen. Maar die Fenno gitaren, die drie die je hier ziet, daar zijn uiteindelijk dus de necks van afgehaald. Simpelweg omdat er geen andere mogelijkheid was om de rest van die gitaren hier te krijgen zonder dat ze vernietigd zouden worden. Het grootste probleem wat wij in ieder geval tegenkomen is dat er zoveel mensen gedupeerd zijn. Niet alleen door het gebruik van de Rosewood en het importeren daarvan, maar door ze hun gitaar kwijtraken.
Maar vooral ook, en dat is het derde probleem, de kosten die erbij komen, wat heel vaak wordt onderschat. Dus je moet, ik heb even een kleine rekensom gemaakt, dat als je een gitaar importeert vanuit, laten we zeggen, de VS, maar dat kan ook Japan of Korea of China zijn, dan moet je voorstellen dat 26% aan kosten daar nog eens een keer bovenop komt, boven de aanschafprijs. Dus laten we even voor het gemak zeggen, je hebt een gitaar van 1000 euro, die koop je. Daar komt dan 4,2% invoerrechten bij. Er komt een uiteraard BTW komt erbij die je af moet rekenen. Vaak achteraf via FedEx of UPS of wat je dan ook gebruikt. En je hebt dan natuurlijk nog de inklaringskosten en natuurlijk de vervoerskosten. Dus alles bij elkaar komt er in het geval van een gitaar van 1000 euro nog 261 euro aan kosten en heffingen en zo bij. Dus waar ik je voor wil waarschuwen, als je zoiets importeert, hou daar rekening mee. Dus de prijzen die je in Amerika ziet, bijvoorbeeld op de website, dat zijn altijd prijzen zonder BTW. Waar je in Europa prijzen met BTW ziet. Dus het lijkt heel vaak zo dat de gitaar uit Amerika heel veel goedkoper zijn. En dat is in sommige gevallen ook zo. Maar er zit dus altijd een verstopte kostenpost van 25-26% bij. Dus daar wilde ik even voor waarschuwen. Ik hoop dat iedereen snapt dat je in ieder geval niet zomaar gitaren moet importeren. En vooral als je dat dan doet, dat je tijdig import- en exportvergunningen aanvraagt, zeg maar, op het moment dat daar Rosewood in verwerkt is. En het lullige is dat het niet alleen vaak de necks zijn, maar dat het soms ook bijvoorbeeld bij akoestische gitaren de achterkant, de zijkant of zelfs maar een headplate kan zijn. Hè. Dus een heel klein onderdeel of stemknopjes of volumeknopjes die van Rosewood zijn. En je kan geluk hebben, maar er werken, zoals ik heb ondervonden bij de douane, ook mensen die hun vak een beetje te serieus nemen. En zeg maar op alle slakken zout leggen. Dus wat ons betreft, wees voorzichtig, houd rekening met de kosten. En als je vragen hebt over hout, je kunt altijd bij ons terecht. Tot ziens.